de trotse ondernemer van het jaar, is gevestigd aan de Ambachtsweg op industrieterrein Trekkersveld. Maar wie zijn nou Lars en Buhl en wat doen ze? Nou, Lars en Buhl is een firma die werkt voor de semiconductorindustrie, voor de vliegtuigindustrie, medische industrie. We maken dentale implantaten. De Ariane-raket gaat niet omhoog zonder onze onderdelen voor de ontsteker. Dus ja, eigenlijk heel divers, heel breed, maar alles met hele hoge nauwkeurigheid en precisie. Precisieonderdelen voor een scala aan sectoren dus. Het vereist machines en uitrusting die voortdurend bij moet blijven bij de laatste stand van de techniek. En dat niet alleen, het vereist ook optimale inzet van mensen. Bij Lars en Buhl wordt doelgericht gestreefd naar optimale motivatie van medewerkers. We proberen ze te prikkelen om leergierig bezig te zijn, om zich bezig te houden met de ontwikkelingen die er nu gaande zijn. Als bijvoorbeeld het CAD-CAM programmeren. Daar hebben 7 mensen vorig jaar een CAD-CAM programmeurcursus gedaan, extern. En die zijn het nu in de praktijk aan het toepassen om zoveel mogelijk naar de automatisering te gaan, naar de 24/7 productie. 24/7 productie houdt in dat medewerkers overdag de diverse robots programmeren en zo nodig afregelen dat die robots 's nachts en in het weekend automatisch grote opdrachten kunnen produceren. Lars en Buhl doet er alles aan om het werk voor elke medewerker interessant te houden. Ze gaan ervan uit dat de medewerker tot optimale inzet kan komen als hij ook blij is met zijn werk. General Manager Klaas Houten weet wat daarvoor nodig is. Dat het een mooi bedrijf is om in te werken. Dat we toch echt heel veel mensen hebben die elke dag fluitend naartoe komen en weer fluitend weggaan. Dus tevreden mensen. Ik ben altijd hier actief voor op tijd en wat leuke dingen, een leuke bedrijf, goede contact met collega's allemaal, goed werken. Dus trots om hier te mogen werken? Zeker, zeker. Ik ben erg blij mee. Ja. Het werk wat wij doen, dat gaat ergens over. Hè. Het zijn meestal medische producten of voor hele hoogwaardige machines. Dus ja, de producten die wij gebruiken, die doen ertoe. En die moeten voldoen aan een bepaalde eisen. En om dat te bereiken, dat is soms enorm uitdagend. Maar daardoor des te leuker als het lukt. Je mag creatief zijn. Heel veel nieuwe dingen zijn er. Dus innovatief zijn we hier. Dus dat is heel mooi. Ik ben een oudere werknemer. En ja, dat maakt niet uit. Je gaat even goed mee. Je kan leren. Alle mogelijkheden voor opleidingen zijn er. Dus doe je ding zo goed mogelijk. En de ondersteuning is er. Dus eigenlijk is het heel mooi. Optimaal gemotiveerd personeel. Het leidt naar hoge ambities. Het gaat met name om groei naar de kwaliteit en de hoogwaardige productie. Maar ook groei in de verkorting van het verkorten van doorlooptijden. En dat doen we door met zelfsturende teams te gaan werken. Zodat mensen zelf in eigen hand hebben hoe ze hun eigen planning kunnen maken en sturen. Om met creatieve oplossingen te komen, zoals een multispan systeem. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar het gaat erom hoe je verschillende producten tegelijk kan laten produceren, zeg maar. En dat kan ook weer tijd winnen. Dus zo zijn we bezig met slimmigheidjes, 24/7, robotisering en verschillende opspantechnieken eigenlijk. Lars en Buhl, concurrerend, innovatief, creatief. Lars en Buhl, zoals ze zelf zeggen, shaping the future with precision.